Twente dat het thuis prima doet. 16 punten haalde, 1 nederlaag, 1 gelijkspel en 5 overwinningen. Robin van Persie, Kuyt, Onno en Leurling. Anthony Leurling en nu de hoekschop voor Feyenoord dus. Van Persie, Kuyt bij de eerste paal en Kees Pauwen. Patrick Pauwen. Kuyt. En zijn paas is niet goed. Overtreding van Schreuder trouwens. Goed voor een gele kaart misschien wel. Twente mag verder. Ramzi. En Kuvo, geen buitenspel. En die maakt de 1-0. Counter van FC Twente. Blaise Kuvo maakt zijn 6e doelpunt voor FC Twente. Waar het voorin misging bij Feyenoord. En Twente daar binnen 10 minuten al van profiteert. Het staat op 1-0 door de spits die hier in Enschede het goed doet. Uitstekend doelpunt. Lodewijk is uitgespeeld. En dan is het raak. 1-0. Robin van Persie. Patrick Pauwen. Kuyt. In combinatie met Buffel. Leurling zou kunnen. Leurling vastgepakt door Zomer. En die krijgt een gele kaart. En Haverkort geeft aan dat er nog meer verdedigers waren. Waardoor het niet meer dan geel is. Onno is van plan om hem te nemen. Nou, de Japaner kan dit. Onno. En een doeltrap. Schreuder. Dirk Kuyt. Van Persie. Zoekt zijn linkerbeen. Kuyt. Weggekopt door Heubach. En nu wordt het tijd voor Feyenoord met Onno en Pauw uiteindelijk. De kopbal was weer van Persie die 2 keer met het hoofd scoorde tegen ADO Den Haag. Van Persie laat 2 man achter zich en dan de overtreding van Raheem. Die moet zich melden bij Haverkort. Dat is de 2e gele kaart. Dit keer voor Raheem. En Pauwen is geblesseerd aan zijn bovenbeen. Vandaar de warming-up van Peter van den Berg. Pauwen eruit en dan hebben de Pauwens het samen niet lang volgehouden. Want Patrick Pauwen wordt na 22 minuten vervangen door Peter van den Berg. En dan blijft alleen dus Kees Pauwen over. Collins John. Pothuizen. Toch weer via Nakuvo. Te handig voor de verdediging van de Rotterdammers. Raheem. Ga ik ook kietsen. Foutje van Haren. En dan het herstel bij Van Wonderen. Daar was bijna Collins John. En de fout is van Ramon van Haren. Die hier de bal totaal verkeerd raakt. Dankzij Van Wonderen blijft het 1-0. Derde corner van Twente van Ramzi. En de kopbal naast het doel van Gakko Kietzen. Gakko Kietzen, Nakuvo. Volgende duel met Van den Berg. Nakuvo kapt hem uit en dan door de benen van Zwerts. Nakuvo, wat een doelpunt! Wat een doelpunt van Blaise Nakuvo. En wat een zegening voor Twente dat deze man zich dit seizoen zomaar in Enschede meldde. Een van de fraaiste goals van dit seizoen. Schijnbeweging, de bal door de benen van de tegenstander en dan in de kruising. Ja, die scoor je alleen maar in je dromen.
eerste duel met Peter van den Berg. Gewonnen. Dan komt Zwertsin door de benen. En dan denkt hij van nou, als het toch zo goed gaat, dan haal ik uit. Verpletterend in de kruising. Kansloos Patrick Lodewijks. Blazen de Kuvo. Een man met een Zwitsers paspoort maakt 2-0 zijn tweede goal. Zijn zevende van dit seizoen voor FC Twente. Wat een mooie speler. Van Persie. Nog weinig gezien. Hier van afstand. Goede poging. En de redding van Kees Power. De eerste keer dat Van Persie positief opvalt. Veel tijd heeft Feyenoord niet meer in de eerste helft. Kuit. Van Wonderen dan. Van Wonderen kan schieten. Van Wonderen en via de vuisten van Kees Power de hoekschop. Daar was Feyenoord dichtbij 2-1. Vierde hoekschop van Feyenoord. Kuit bijna in de goal. Die komt werkelijk uit de lucht vallen, maar telt wel. En een zeer belangrijke uit de hoekschop van Feyenoord is het Kuit die weliswaar gedekt die bal toch in kan koppen. En Twente en doelman Pauwe verslaat. Veel effect en dan Kuit met zijn blonde hoofd tussen alle verdedigers in. 2-1 in de 44ste minuut. Buffel voor Feyenoord, dat aanvalt in de tweede helft. Maar nog geen kansen creëert. Nu misschien Buffel naar Kuit. Kuit naar Buffel. En bijna de 2-2. Ingreep van Niemeyer. Waar Leurling bijna gevaarlijk was. Ga ik ook kiezen. Raim. En dan Feyenoord weer met Kuit. Twente nu in de verdediging. Schreuder. Buffel. Tweede keer Buffel in de 16 meter. En naast het doel. Maar de bedoelingen van Feyenoord zijn duidelijk. Nog een keer het moment met Kuit en Buffel. Het goede verdedigende werk van Niemeyer. Buffel. Feyenoord wordt sterker. Leurling. Kuit. Leurling. Daar staan veel spelers van Twente. Pardo naar Van Persie. Die is getergd. Van Persie. Robin van Persie. Bijna. Bijna de gelijkmaker van Feyenoord. Net voorlangs het doel. Maar er komen mogelijkheden. Van der Weerde nu. Overtreding van Robin van Persie. Geeft Haverkort een gele kaart aan Nkuvo. Die vraagt namelijk een gele kaart voor het optreden van Van Persie. En de afspraak is, wie vraagt om geel, krijgt geel. Dat geldt nu voor Nkuvo. Inworp van Ramzi, Nkuvo. Twente al drie keer geel. Moet er toch opletten. Van Haren, Pardo. En de hoekschop voor Nkuvo. Daar krijgt Feyenoord een nachtmerrie van die spits. Hoekschop Twente. Van der Weerde. Collins John. Raim. Collins John. Nkuvo voor het doel. Collins John. Oh! Hij kan het ook. Nkuvo liet zien in de eerste helft, dat herhaalt weliswaar iets anders. Deze 18-jarige Collins John, zijn 8e doelpunt. En wat een gevoel zat er in die bal. Hij veegt hem eigenlijk bij de tweede paal in het doel. 3-1 Twente. Zomer laat hem lopen. Kans voor Feyenoord. Buffel profiteert hij ervan. Uitstekende sliding van Zomer die zijn eigen fout goed maakt. Dat moet een lekker gevoel zijn. Nkuvo kijkt al naar
Collins John met zijn teen. En Lodewijks kan de bal oprapen. Dat was het bijna 4-1. Niemeyer. De Kuvo vasthouden, penalty. Schreuder kan niet de Kuvo, maar Collins John niet tegenhouden. Een gele kaart voor Schreuder die daardoor geschorst is volgende week tegen RKC Waalwijk. John draait weg. Schreuder houdt hem vast. Uiteindelijk laat hij zich vallen. Maar de penalty is terecht. De verantwoordelijkheid ligt bij de invaller, Sjaak Polak. Polak. En het is 4-1. En dan is het over en uit voor Feyenoord. Dit maken ze niet meer goed in het laatste 25 minuten. Pardo. Kuit. Pardo, die kan erin en die zit erin. 4-2 met nog 5 minuten te spelen. Goede combinatie van Feyenoord, afgerond door Sebastian Pardo. Maar veel schiet Feyenoord er niet meer op. Kuit, Pardo, niemand die hem volgt. En dan van dichtbij is het 4-2, maar de tijd dringt. Van Wonderen. Dan is het einde daar. Twente verslaat Feyenoord met 4-2. En behalve de uitslag is misschien nog vervelender voor Bert van Marwijk en de andere Feyenoorders. Dat Twente qua spel op alle fronten beter was dan Feyenoord. En dan ook zeer verdiend met 4-2 wint Feyenoord.